Hey, superleuk dat je weer kijkt naar deze Boswachters vlog. Ik ga vandaag wat leuks doen met jullie en ik heb al eens een keer eerder zoiets gedaan. Alleen dat is alweer een heel tijd geleden. Misschien kan je het nog herinneren. De brandnetelthee die we hebben gemaakt. Dit keer gaan we voor de vlierbloesem siroop. De vlier die staat nu volop in bloesem. Overal, je vindt ze in parken en natuurgebieden, bij jou in de wijk. En we gaan van de bloesem dus siroop maken. Misschien heb je het ooit wel eens gedaan. Er zijn verschillende recepten te vinden. En vandaag neem ik jullie mee in hetgeen hoe ik een siroop maak van deze bloesem. We gaan dus siroop maken van de vlierbloesem. En daarvoor hebben we dus de bloesem nodig. En hoeveel heb je hiervan nodig? Je hebt eigenlijk 6 van dit soort bloemenschermen nodig. Ik zie dat die bijna uit elkaar valt. Zorg ervoor dat de bloemetjes nog wel heel mooi zijn en intact. Dus dit soort bloemetjes die al helemaal uitgebloeid zijn, daar hebben we niet meer zo heel veel aan. Ze smaakt ook niet lekker in je siroop, dus die nemen we niet mee. En het gaat vooral om de bloemen. We gaan in de siroop ook heel weinig steel gebruiken, dus je hoeft niet een hele tak mee te nemen. Eigenlijk gewoon maar een heel klein beetje. Alleen de bloemen. 6 keer van dit soort schermpjes. Dan nog wel even handig om te weten, Staatsbosbeheer hanteert wel een aantal regels als het gaat om plukken van bloemen of het rapen van noten of iets dergelijks. Wij hebben de regel dat je niet meer dan een champignonbakje mee mag nemen. Zo voorkomen we dat een natuurgebied helemaal leeggeroofd wordt door een mens en dat er eigenlijk niks meer overblijft voor andere bezoekers als voor de natuur zelf. Hier op de bloesem komen natuurlijk heel veel insecten op af, dus kies een vlier uit waar nog voldoende bloesem aan zit. En dat je hem dus niet helemaal leegrooft als er nog maar 6 van dit soort schermpjes op staan. Ja, we willen natuurlijk ook de natuur niet vernielen. Dus hou daar vooral ook even rekening mee. Nu op naar huis om de vlierbloesem te gaan maken. Mogelijk bloesem in het kokend watergedeelte te houden. Dus ik stamp eigenlijk altijd een beetje de bloesem naar beneden in de fles. Het dwarrelt af en toe wel naar boven toe. Dus dan stamp ik hem eigenlijk weer even naar beneden. En het kan ook gebeuren dat het water verdampt in de fles. Dan vul ik hem even bij. Want des te meer vocht er in de fles zit, des te meer limonade je ook kan krijgen. De fles met het water eromheen blijft zo'n 2 uur zo op het vuur staan. Staan, dus het is tijd om te gaan zeven. Het water in de pan heb ik niet meer nodig. Het water in de fles uiteraard wel. Dus we zeven eigenlijk bloesem er weer uit. Die hebben we ook niet meer nodig. Dus dat blijft in het zeefje hangen. En het gaat dus nu alleen nog om het vocht wat in de fles zit. Dat gaan we zo meteen nog een klein beetje verwarmen met wat suiker, kaneel of citroen. Dat ga ik je zo meteen nog even uitleggen. Dus eerst even zeven. Zijn in het siroop, kan je hem van het vuur afhalen. Ik filter hem dan nog heel eventjes, zodat er ook geen citroenstukjes meer in blijven zitten. Zorg ervoor dat je hem eerst goed laat afkoelen voordat je er gebruik van maakt. Nou, dit was hem weer, de boswachtersvlog van deze keer. Vond je hem leuk? Laat het dan vooral even in de reacties weten. En laat vooral even weten wat je graag de volgende keer zou willen zien. Ik
zeg in ieder geval alvast proost op alle zelfgemaakte vlierbloesemsiroopjes. En ik zie jullie de volgende keer weer.